Luttenberg, de parel van Salland. Een dorp als zoveel andere. Met een kerk, twee kroegen, een bejaardenoord, een basisschool en een supermarkt. Het leven speelt zich af tussen kerk en kroeg. Al lijkt er een wereld van verschil tussen beiden, ze raken elkaar vaker dan je denkt. Het zijn de plekken waar de mensen elkaar ontmoeten. Waar wordt vergaderd en gevierd. En in Luttenberg valt altijd wat te vieren. Zo is het jaarlijks Straatkorenfestival een mooie gelegenheid om te laten zien dat er muziek zit in het dorp. Luttenberg heeft iets met landbouw, dat is wel duidelijk. Wie niet zo van die drukte houdt, kan zich even terugtrekken in de kerk. Die staat altijd open, feest of niet. Zo ziet pastoor Geert Scholten het graag. Welkom binnen. Nou, dat doe ik al. Dag dames. De misdienetters lopen ook langs. Heb ik altijd trouwens soms een ander bord, maar ik nodig de mensen graag uit om even naar binnen te komen. De deur staat ook altijd open. Dag. Elke dag, zeker in de vakantieperiode, maar ook in de winterdag. En ik merk heel uitdrukkelijk dat daar toch een bepaalde behoefte aan is. Ik ken mensen die zeggen absoluut atheïsten zijn, maar die elke katholieke kerk binnengaan om een kaartje op te steken. Ja. En dat vind ik zo leuk. Het doet je wat. Ik heb zelf ook protestante vrienden, maar die zeggen zelf ook, ik ga iedere kerk, zeker met vakantie, ga ik binnen om even een kaartje. Toch dat gevoel van even iets kwijt, even iets onzegbaars, wat je niet kunt zeggen, kun je soms wel met een kaarsje eventjes opsteken, zeg. In de korte, maar hete zomer moet er natuurlijk ook gewoon gewerkt worden. Egbert Tingen runt de enige supermarkt die het dorp rijk is. De van oorsprong Drent moet net zo goed aanpakken als zijn personeel. Vakken vullen dus. We zitten nu in de komende april zitten we er 4 jaar op. Het is zwaar werk en hard werk, maar ik heb geen spijt van gehad van de keuze. Nee. Ik heb natuurlijk altijd in loondienst gewerkt bij een supermarkt. En het gaat nu natuurlijk om je eigen centjes, hè. Dus het bevalt verder prima. Alleen waren het een beetje moeilijke start doordat onze collega's zeg maar de prijzenslag in hebben gezet. En wij zijn in mei begonnen en in november begon het een beetje te donderen. Dus daardoor zijn de marges allemaal wel een beetje onder druk komen staan. Dus ja, dat is het voordeel van denk ik dat je toch op 8 kilometer zit van een andere dorp, zeg maar. Dus en Luttenberg zijn nog wel een beetje dat. Wordt ook vaak genoeg gezegd op vergadering van. Denk aan de plaatselijke middenstand, wat er zit. En probeer toch om met elkaar het zaakje overeind te houden. Egbert Tingen doet er alles aan om zich thuis te voelen in het Sallandse dorp. Maar Luttenberg is geen Drenthe. Het verschilt niet zoveel, hè? Nee, dat maakt niet zoveel.
Wij komen er niet uit een katholiek dorpje. Dit is dus wel een katholiek dorpje, maar voor de rest maakt het... Nee, dat vind ik... Maar er komt ook, je bent druk nu. Dus je, ja, voor sociaal heb je niet echt veel tijd, zeg maar. Dus ja, dat valt er nog een beetje tegen. Mijn vrouw die zit bij het toneel en ik zit bij de straatkerels om er een beetje tussen te komen. Ik sprak laatst eens een keer met iemand die was ook verhuisd van E naar A naar B. Die zegt van even mij, 7 tot 8 jaar geduurd voordat hij kon zeggen van ik kom thuis. Dus wat dat betreft, dan moeten we naar. Het Straatkorenfestival was een goede oefening voor het enige echte Luttenbergse feest. Vandaag begint de opbouw van de feesttenten en de kermis. De Luttenberger is verknocht aan zijn feest. Hij past er graag zijn vakantie op aan om het allemaal mee te kunnen maken. De optocht, het zwintietik, de kermis en het gatgraven. Hij wordt een drop, dan komt hij. De kerkweide naast de parochiekerk wordt ingericht als feestterrein. En dat biedt mogelijkheden. Ook voor pastoor Scholten. Wij proberen dan, of sinds een jaar of 6, 7 denk ik, dat we de zondagse viering in de kermistent doen. En in het begin was dat schorenvoetend. Mensen zeggen, ja, kun je in die bierlucht gaan zitten? Kun je in die bierlucht een mis opdragen en zo. En ik zeg nou, ik heb hier ook genoeg om die bierlucht te verdrijven. Maar zover is het gelukkig nooit gekomen. Met een beetje grondige schoonmaken en een goede slang door de zaal heen is die bierlucht grotendeels verdwenen. Terwijl de feesttent vorm krijgt, raken de vrijwilligers van de parochie niet uitgepraat over het extreme weer van deze zomer. Ook de kerk kreeg een staartje mee van de wateroverlast. Onder de dienst lekte het in de kerk. Via een draadje kwam het ook. Het draadje loopt iets weer mogen. Ja, maar het kwam daar wel. Het viel op de boks, laat ik het zo zeggen. Ja, ook. Geert Jansman is sinds april koster. Hem wacht gelijk al een uitdaging van formaat. Hoe houd ik de parochianen droog? Ja, dat was hier dat via die dakgoot die was verstopt geraakt. Ja. En dan komt alles bij elkaar. Dan heb je 2 daken samen lopen bij elkaar. Ja. En dan is dat verstopt. En dan ging het over de goot in. En dan ging het via de pilaar, kwam het door naar binnen toe. Er stond hier blank in de kerk. En hier ook, dit plat dak ook, daarboven. Kwam het water ook zo over de rand in. Je kunt de streepjes nog aan de muur nog te zien. Ik kwam er overheen. Die zijkanten die zijn er later bij aangebouwd. 3 daken komen daar bij elkaar. En dat komt allemaal op 1 goot uit. En op een gegeven moment dan komt zoveel water, dan gaat het over de goot en dan lekt het langs de muren naar binnen toe. Er is zoveel water gevallen dat de dames van de poetsploeg er de handen aan vol hebben. En het koper moet ook nog worden gepoetst. We zitten in een probleem. Ah, die ketting. Nou, we kunnen dat niet goed krijgen. Kijk, die zit verkeerd. Kaarsen doven. Weet jij die? Nee, ligt er dan niet bij. Ja, er zit nog wijwater in ook. Ja, ik vind toch wel, ja, er zit wel een ritueel in. Je bent wel in een kerk bezig, vind ik. Je doet nog wat voor de gemeenschap. Ja, toch. Want dan zat er een lekkage hier in de kerk. En er zat een oudere man en die zat precies onder de druk.
En die bleef rustig zo zitten. Nou, ik denk het belangrijkste op dit moment is toch voor het terrein. Hoe het terrein begaanbaar holt voor het komende feest. Het is behoorlijk nat inmiddels. Een aantal van jullie bent er inmiddels op geweest, dus je weet dat het behoorlijk vol water stiekt inmiddels. Twee jaar terug. Water in de kerk, dat is vervelend. Maar een dorpsfeest waarbij je tot je enkels in de modder wegzakt, kan nooit een succes worden. Jos, je hebt geïnformeerd bij. Ja, de brandje kwast niet gewoon. Ik bel van namens Bloed met feest. En heeft er vandaag ook een met uw contact gehad over geklepelde wortels. En wat ging er precies kort in de puur? Dat was per ton. 6 euro per ton. Ja, 6 euro per ton. 5 euro de ton. En dan moeten ze met z'n allen nog flink aan de bak om 160 kuub boomwortels weg te werken. Jenneke, verzinnig man. Je gaat weer mee veel met de pistool. Ja. Ik heb alvast een boekje van de tentviering. Oké. Okay. Idee. En ik heb bij allemaal zien dat enorm ik veel... Ik heb zelf een keer hard op de deur lezen. Oh, alle intenties. Van de intenties bent. Dat viel me direct al over. Ja, een hele lange viering. Jeetje. Nou. Heel veel. Ja. Dat doet ze erop, ja. Nou, dat denk ik wel. Ik ben bewust voor deze viering. Ja. En daar is al de intentie aan. Ja. Nou, maar heel erg. Dat is alleen maar mooi. Ik wens iedereen heel plezier feest. Ja, hetzelfde. Misschien zoek ik er nog wel. Dan drink je erin. Je drinkt erin op een heel mooi feest. Ja, op dit moment heb ik alles onder controle. Dus, behalve het weer, en dat klopt inderdaad. Het is eerst gewoon niet kunt regelen, maar... ik denk dat we inderdaad de pistool aanbult en dan gaan we een paar keertjes opzetten. Maar noem is Maria ten hemelopneming, volgens mij, nou, dan als die nou dat gaat en dan moet het volgens mij goed gaan. Als het goed al is, goed. Door die deuren. Nee, dat lukt. Ik bedoel, tussen de buurendeur is vast terug. Voorlopig houdt het weer zich goed. Maar in deze zomer van uiterste weet je het nooit. Je blijft nu eenmaal afhankelijk van de nukken van het seizoen. Ook als zelfstandig ondernemer. En vleesbestelling doe ik altijd gewoon vanuit het boek. En dan dat pak ik zelfs morgens ook altijd in. Dus ik weet precies of er nog wat achter staat of dat alles in de bak zit. Okay. Ja, ik vind dat ze hier heel veel zuivel gebruiken ten opzichte waar ik gewerkt heb. Yeah. Eten ze en drinken ze hier heel veel zuivel. En op zich. Nee, en dan een streekgerecht, een balkenbrei en kruidmoes. Dat kende ik voorheen helemaal niet. Dus dat is dan, kruidmoes is een zomerproduct en balkenbrei is een beetje winter. Yeah. Maar bij ons in Drenthe is het meer bloedworst en dat soort dingen. Ja, ja. Dat is hier weer minder. Ja. En dat zie je wel, een beetje verschil. Maar voor de rest maakt het niet zoveel. Okay. Zie je, ik denk dat je op al die plattelandsdorpjes zoals, er wordt echt net bonensoep, dat soort dingen. Stamporten, dat wordt gewoon nog veel gemaakt. Ik denk dat ten opzichte van de grote steden, zeg maar, dat wel verschil maakt. Jan de Wierik is ook zo'n kleine zelfstandige. Hij runt een van de twee plaatselijke horecabedrijven. Net als Tingen is hij ook geen geboren Luttenberger. Ik ben Raalten. Hoe kom je hier terecht aan Jan? Ja, door mijn vrouw. Want die komt hier wel vandaan. Ja. Dat is de dochter van een vroegere kroegbaas. Okay. En jullie hebben het gewoon overgenomen? Ja. Door de jaren heen, de eerste 8 jaar samen en daarna zijn we voor onszelf begonnen. Okay. Dus... Waarom Luttenberg? Gewoon omdat het zo uitkwam? Ja, heel toevallig. Ja. Maar heb jij wat met de horeca? Of?
Ja, ik ben met mijn 14e ben ik begonnen bij een snackbar in Raalte. Daarna ben ik naar de Burger in Den Ham. En intussen ben ik een half jaar de horeca uit geweest, ben ik dakdekker geweest. En toen werd mijn schoonvader heel erg ziek. En toen zijn we hier opgekomen. Ik zie je net de gehaktballen draaien. Daar bent er nog wel wat. Ja, aan die kant heb ik er nog een paar meer staan en ik heb de braadslinger nog vol. Maak je dat allemaal op in een week, joh? Ja. Ja, de helft gaat er naar de voetbalvereniging. Yeah. De andere helft die maak ik zelf op. Okay. Dus gemiddeld tussen de 20 en de 30 kilo gehaktbak ik in de week. Ik heb hier de volleybal zitten. Ik heb een zaalvoetbalteam. Ik heb 4 biljartteams. 4 dartteams. En dan de zondag, de sponsor de voetbal van Dordtenberg, heb ik het 3e, 4e, 5e en 6e. Yeah. Bij de uitwedstrijden komen ze hier voor de tijd en na de tijd komen ze hier ook. En dan, dan lopen ze vanzelf. Ja. Dat is wat. Er zit er nog een andere kroeg, ja. Tegenover de kerk. Klopt. En dat is geloof ik vooral voor de zondag een beetje de vaste plek voor het koffiedrinken. Zeg maar. Daar gaan de meeste kerkgangers die gaan zondags naar de kerk gaan ze daar naartoe. Daar. Tevreden man. Ja. Jan is een tevreden man. Ja, inderdaad. Het heeft heel wat voeten in aarde voordat Luttenberg zich 4 dagen lang in het feest kan storten. Nog even geduld dus. Volgende week in Tussen Kerk en Kroeg zien we of de Luttenbergers het droog houden tijdens het feest. Jenneke van Doesburg loopt zich het vuur uit de sloffen. Geen activiteit of zij is erbij. Deze tuinversiering die is, lustert jullie? Ja. Ja. Verpromotie van klompen. Daar veel te weinig mensen op klompen lopen, zodoende de klomp uitsterft of met uitsterven bedreigd is. Terwijl in het buitenland de mensen de klompen prachtig vinden en ook kopen om te dragen. En natuurlijk gaat de Luttenbergse vlag in tocht. Tussen Kerk en Kroeg, een dorpskroniek van Luttenberg.